It's not for me to say you love. Go with the brothers, boo, you know how we do. It's lonely kisses passing by the river. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb er zo veel zin in. Vandaag ga ik shoppen voor herfst voor in mijn kamer. Ik volg zelf heel veel Amerikaanse YouTubers. En die doen dat echt heel erg veel. En ik hou ervan. Ik ben echt een herfst- en winterpersoon. Maar ik merk dat het in Nederland eigenlijk niet heel veel gebeurt. Dus ik ga dat wel doen. Oftewel een shop with me voor fall. En dat betekent shop met mij mee voor herfst. Dus ik ga naar de Action. En ik denk nog naar de Magnolia. Dat is ook echt een hele leuke winkel. En dan ga ik decoratie shoppen, kijken wat ze hebben, geurkaarsen voor mijn kamer om het toch even een beetje herfstproef te maken. Ben je benieuwd wat ik allemaal ga halen en überhaupt wat er allemaal in de winkels ligt nu met bij de Action en zo? Blijf dan zeker even kijken, want ik ga jullie meenemen en ik heb er heel erg veel zin in. Doe zeker even dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal, dat zou ik heel erg leuk vinden. En dit is eigenlijk deel 1, dus shop with me. En volgende week komt het decorate with me, dus dan ga ik alles wat ik heb gehaald decoreren in mijn kamer. Maar dan moeten jullie nog even een beetje opwachten. Dus we gaan nu naar de Action. Nou, de outfit die ik aan heb is dit superleuke setje van de Guts & Gusto. Dit tasje is van Lovies en Dr. Martens. Maak een beetje geluid. Nou, als jullie zin hebben om lekker in de cozy vibes te komen, kijk dan gezellig mee. En de geur die ik op ga doen is eigenlijk heel erg winters. Dit is de Scandal van Jean Paul Gaultier. Mega lekker en sterk vooral. Ik zit in de auto, ik heb heerlijk mijn thee. Ik drink deze nu voor het eerst en hij is zo lekker. Normaal gesproken drink ik alleen cafeïnvrije thee. Maar af en toe vind ik dat ik een uitzondering mag maken, zolang het maar goed gaat. Nou, ik ga onderweg naar de Action. Ik begin gewoon bij de Action en daarna naar de Magnolia. En ik denk dat ik de grootste aankopen bij de Action ga doen. Ik hoop dat ik er een beetje kan filmen, dat het niet te druk is. Maar dat gaat helemaal goed komen. Dus ik heb er zin in en we gaan er snel vandoor. Dit is wel handig, maar niet per se herfstproof. Bakjes. Ik hou hier echt van. Jammer dat ze geen wafelijzer in een pompoenvorm hebben of zo. Beetje jammer. Dit is trouwens ook te leuk om friet in te serveren. Al wel wat kerst. Deze is leuk. Deze deken is zo zacht en er zit dus een glinstering in. Maar ik heb al dekens genoeg, helaas. Ik ben bij de kaarsen en ik zie hier Sweet Pumpkin. Die wil ik 2 keer. Dat is maar 97 cent. En deze neem ik ook mee. Apple Cinnamon. Wat groter. En hier heb je ook appel en kaneel. En apple crumble. Daar neem ik ook allebei één mee van. Van mee. Super lekker. Hier weer appel kaneel. Appel kaneel. Appel kaneel en apple crumble. Maar goed, die heb ik dus. Lekker zeg. Hoe leuk is dit? Dit zijn met allemaal theelichtkaarsjes. Ik wil dit echt. Een adventkalender. Ik denk dat ik die ga geven voor mijn oma of zo voor haar verjaardag. Dit is toch leuk? Of gewoon voor mezelf. En hier nog mijn favoriet. Apple pie.
Je hebt ook sweet lemonade, maar ik wil apple pie. Heb je cinnamon en apple? Super lekker. Kaarsjes. Deze zijn trouwens ook heel mooi met goud. Maar het zijn niet echt mijn geuren. Dus die laat ik liggen. Wat is dit? Cozy cinnamon. Valt mee. Wel een leuke naam. En nog leuke hebben spulletjes. Oh, deze is leuk. Tafeltje. Nachttafeltje. Nachtkastje. Die ook. I like. Die ook. Dit is trouwens ook heel leuk. Ik heb nog zo'n snoert met allemaal lampjes. En dan wat kaarsjes erop. Misschien dat ik dat wel meeneem. Of dit. Maar dat, zoiets heb ik al. Met ledlampjes. In het klein. Oh, wat lief. 2,50. Dit is ook mooi. Kijk, dit heb ik al. Dus dat hoeft niet. Hier nog van die mooie pluimen. Vind ik echt heel erg mooi. Maar ik weet niet of ik deze kleuren zo mooi vind. Het is rood. En een beetje geel of zo. Dus ik denk dat ik dit laat liggen, maar het is wel leuk. Even kijken wat ze nog meer hebben. Oeh, potjes. Ik vind deze glazen zo mooi. Dit vind ik ook leuk. Hoe cozy is dit al? Hier, wat is dit allemaal? Nee. Zo. Dit vind ik ook niet heel mooi. Wat zijn dit? Schijven. Dit is wel grappig voor onderzetters. Maar ja, is niet echt nodig. Deze kleur is ook mooi. Jammer dat ze geen één hebben met gewoon kaneelgeurtje of zo. Qua schoonmaakmiddelen. Oeh. Dit is leuk. Of deze. Luchtverfrisser. Nou, de kerstafdeling wordt ook al flink aangevuld. Even een kijkje nemen wat er nu al staat. Ik ga hier zo'n adventkalender kopen die je zelf kan vullen. Lampjes. Heb ik dat nodig? Nee. Oeh. Leuk. Dit vind ik heel leuk. Kijk dit. Trouwens ook wel heel leuk. En dit is dus die adventkalender die je zelf kan vullen. Hier nog één, maar die is heel klein. Dus die ga ik nog halen. Maar dat is natuurlijk niet voor deze video. Deze cozy, ja, eigenlijk bedje voor mijn konijn is wel leuk. Die is 7 euro. Eigenlijk niet voor je konijn, maar boeien. Hier cozy sokken. Oh my god, hoe zag. Deze is best leuk. Beetje oud roze. Je hebt ook wit en grijs. Hier met glitter. Ik vind die oud roze wel leuk eigenlijk. Zo duur. Het is dat ik geen koffie drink, maar dit is wel echt lekker. Thee. Oh, ik heb lekker cozy geshopt. Ik moet zeggen dat de Action me best wel tegenviel qua... Ja, ik weet niet, herspulletjes. Qua bladeren en zo, dat had ik nog thuis. Dus dat hoefde ik niet te halen. Maar er waren ook geen pompoenetjes of ja, leuke pompoenaccessoires. Dus ja, dat viel me eigenlijk wel een beetje tegen. Dus we gaan straks naar Magnolia. En ik denk dat ik een Woodwick kaars ga halen. Echt super cozy. Het knettert lekker als je hem aandoet. Maar die zijn best wel duur. Dus ik ga even kijken. En ik heb nog bij de bakkerij achter mij, bakkerij Nollen. Oh, zo lekker. Twee croissantjes gehaald. En ik kon het niet laten. Ik dacht, als we nu toch in de sfeer zijn. Een heerlijk grote speculaas van een echte bakkerij. Ik ga gewoon al een stukje proeven. Ready? Mijn thee is ook nog lekker warm. En dan ga ik nu richting Magnolia. En als ik thuis ben, ga ik even snel een shopvlog laten zien. Wat ik nou uiteindelijk allemaal heb gekocht. Yeah.
Dit is leuk. Alles is leuk hier. Zo, en dat was alweer een snel bezoekje aan de Magnolia. Ik kwam eigenlijk voor de voetweekkaars en ik heb nu een hele mini meegenomen. Deze Evening Bonfire. Oh, zo lekker. Hij heeft iets weg van een vuurkamp of een vuurkorf met iets zoets. En daar hou ik echt van. En het zijn zulke luxe geuren, het is zo chill. Maar waar voetweek onbekend staat is dus dat het lekker knispert en zo. Maar echt heel erg leuk, want ik wou een grote kaars halen, maar wel een lekkere geur. Deze hadden ze niet meer in het groot, maar dat was ook nog niet eens mijn favoriet. De geur van de maand, nu was, het is nu oktober, was Fireside. En die geur hadden ze alleen in vet groot, maar dat werd mij te duur. Ik dacht, nou, ik wil medium. Dus ik zo, nou, hebben jullie nog een medium? Die hadden ze dus niet meer, dus zaterdag kan ik die ophalen. En die is zo lekker, die ruikt dus echt naar... alsof je een haard in je huis aan hebt. Maar echt goed. Echt, ik kan het niet omschrijven. Het is echt top. En ik dacht, ik doe gelijk een medium, niet zo'n kleine. Want dan kan het lekker lang branden. Dus ik heb nu voor nu eventjes deze mini gehaald. Ook deze vind ik heel lekker. Maar zaterdag heb ik dus nog een grotere Woodwick kaars Fireside. Super blij mee. Echt, ik kan niet wachten tot die binnen is. Dus zaterdag haal ik die op en dat waren deze herfstaankopen. Oeh, ik ben kapot. Daar zijn we weer. Voor de shoplog even laten zien wat ik allemaal heb gehaald. Ik moet zeggen dat het me dus een klein beetje tegenviel, maar ik heb nog wat dingen van vorig jaar. Ik kan het beter zo laten zien. Er zit van alles bij. Dus dat komt helemaal goed met die Decorate With Me. Dus ik heb hier de tas. Even een snelle shoplog met wat ik heb gehaald. Dus laten we snel beginnen. Nou, dit heeft niet per se iets te maken met herfst, maar aan de andere kant wel, weet je. Wij doen ook een lekker dekentje op de bank en zo, dus ik dacht, mijn konijnen verdienen ook een lekker zacht ding. Dit is eigenlijk een honden ding, of een kattenmand, bedje, maar dat boeit me niet. Deze is groot genoeg voordat ze met z'n tweeën erin kunnen. Dit is zo lief. Ja, het is gewoon vet zacht, het is een beetje dat mooie... zand, beige kleurtje. En ja, ik doe ze nu de laatste tijd vaak naar binnen. En dan leg ik ze op de bank. Dus dan kan ik ze gewoon hier op doen. Dan wordt de bank ook niet zo vies en zo. Dan is dat lekker hun plekje. En die was volgens mij 7 euro. Dus ja, die is speciaal voor Nala en Simba. Voor in de koude dagen. Dan heb ik dus cozy socks. Echt helemaal blij mee. Toch voor de oud roze gegaan. Ik kon niet kiezen. Ik dacht wit of oud roze. Toen pakte ik de witte. Stopte ik die erin. En toen dacht ik, nee, oud roze. En toen heb ik oud roze gepakt. Goed verhaal. Dus de oude roze sokken, ik hoop dat ik ze pas. Ik heb namelijk best wel grote voeten. Ik heb bijna soms maat 40, vaak 39. Het is one size. Ja, ik hoop dat dit wel moet lukken. Maar goed, hij heeft dus hier een heel zacht, ja, nepbondje. En dit is dus heel mooi oud roze, lekker gebreid. En dit witte, dat zit hier ook nog helemaal van binnenin. Dus dit is helemaal handig voor de koude dagen. Echt heel blij mee. Dan heb ik echt dit amazing, deze amazing adventskalender. Kijk nou, van Action dus. Hierin zitten allemaal kaarsjes. Ja, mijn oma is 5 december jarig. Die houdt hier wel van. Maar ik denk dat ik dan dat nog wel een keer ga kopen. Dat ik deze gewoon voor mezelf hou. Heel erg leuk. Gewoon een adventkalender van Airwick. Allemaal lekkere kaarsjes zitten erin. Wintergerelateerd, geloof ik. Dus super leuk. Dan heb ik bij de Magnolia deze heerlijke Evening Bonfire dus gehaald. Ruikt super lekker. En wat ik dus zei, de middelvariant haal ik aankomende zaterdag nog. En dat is dus Fireside. Super lekker. Echt helemaal blij mee. Dan heb ik nog 2 Sweet Pumpkin. Super lekker. En ruikt gewoon lekker. Ziet er leuk uit. Dus die. Dan nog 2 Apple Crumble van Airwick. Super sterk, maar echt heel erg lekker. Ik dacht dat ik ook Apple Cinnamon had meegenomen, maar blijkbaar 2 keer Apple Crumble. Maakt het niet minder, want ik vind ze allebei gewoon heel erg lekker. Dus kaarsjes. Dan is nog dit setje Cinnamon Apple. De Perfect Apple Pie. Ja, dit zijn hele kleine kaarsjes, maar 1,99 euro. Maar die ruiken zo lekker. Ik heb deze al gehad en ik heb ze al op. Dus een voorraadje weer. Een nieuwe. Dan heb ik nog de grote Apple Cinnamon vaccinelichtjes. Super lekker weer. Oh. En dus deze Tea Light Holder. Met maar 1 kaarsje en dan zie je er dus heel veel. Dus dit is de kleine variant. Ja, en dan nog konijnenvoer en snacks voor konijnen. Dus dat was eigenlijk wat ik heb gehaald voor de
herfst. En volgende week komt dus de Decorate With Me. Zoals ik al zei, ik heb nog het een en ander van vorig jaar qua echte decoratie en dennenappels en bladeren. Dat komt volgende week online. Ben benieuwd naar de video, wacht dan zeker even op volgende week. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie tot de volgende video dus. Doei!